We gaan gelijk door met onze volgende spreker, Marcel van der Velde. De Eskimo, dan moet je om te beginnen even uitleggen waar die naam vandaan komt. Kun je dat mij uitleggen? Oh, dat is zo geweldig. Ik zie iedere keer andere namen verschijnen als ik op de website kijk. En dat was op een gegeven moment zelfs de Eskimo in het Engels. Ja, de IJskimo. Ik was bijna van plan met een cape hier naartoe te komen. Ik denk, de IJskimo. Het is een forumnaam. Een hele mooie ei. Ja. Het is een forumnaam, hoe meer dan dat eigenlijk. Marcel van der Velde, dat is ook weer, en daar is ook iets over verteld, maar dat komt allemaal in dat komt allemaal aan bod. Old Jim Coppit? Oh nee, toch niet. Dat zijn twee andere. Dat zijn twee andere, ja. Ja, dat zijn serieus kiezen. Nee, ik heb geen idee. Ja, er zou hier ergens een klikker moeten zijn. De gebroedde delict. Ja, die is dat genomen is door justitie? Nee, die heb ik in mijn zak gestoken. Ja. Ik ben heel zorgvuldig. De groene is vooruit. De groene is vooruit. Prima. Allemaal uw aandacht voor Marcel van der Velde. Pseudoniem, daar heb je geen recht meer op, hè? Ja, jawel. Ik vind het wel. Oh, je vindt het wel? Ja, ik vind het wel. Nou, dan hebben we nog een gesprek over. Bij de borrel. En ik hoop trouwens ook dat meneer Thomas daar is, want ik wil met hem eens praten over trajectcontrole bijvoorbeeld. Traject? Misschien had hij daar zelf al last op om weg hier naartoe. Ik denk dat hij iets vermoedt. Deze tronies die kent u natuurlijk wel als informatiebeveiliger. Het zijn René Descontest die heeft gezegd, ik denk dus ik besta. En daar tegenover een man die een beetje symbool staat voor het anonymous masker, Guy Fawkes. Nee, maar gezegd. We zijn hier naar Reda, dus ik denk ik begin met dit logo, kent u ook nog? Ik kijk even zo de gemiddelde leeftijd in de zaal, het is de Amro Bank. Je kunt het een beetje zien, zo'n een A'tje, een M, zo. En, ik wil beginnen met het verhaal over vroeger. Ik was een jaar of 13 toen ik bij de Amro Bank in Diemen kwam. En ik had net een nieuw bankpasje gekregen en ik had wat zakgeld gespaard en dat ging opnemen. Ik was hartstikke blij, want ik kon dat pasje, het splinternieuwe pasje, voor de eerste keer gebruiken. En ik kom de bank binnen en de bankmedewerker zegt, hé Marcel, ik had het pasje nog niet gegeven. Hij zegt, goh, zakgeld gespaard, hoeveel wil je opnemen? Ik zeg, nou, 50 gulden. Dat heb ik gekregen. Ik zeg, moet ik nog met mijn pasje? Nee, dat hoef ik niet. Nou, dus dat was. En in die tijd ging dat zo. Je was bekend en je had een identiteit die je gewoon eigenlijk mee had gekregen. Iedereen kende iedereen. En ook de bankmedewerker, die kende mijn vader. Dat had voordelen, dat had nadelen. Ook omdat als je die identiteit zo bekend is, als je een keer iets uithaalt nog voordat je thuis bent, weet heel Diemen dat jij iets hebt uitgesproken. Maar goed, zo ging het vroeger. Dat over mijn vader, die overigens altijd geroepen heeft dat ik nooit in de arena zou staan. Bij deze. mijn moeder leeft niet meer en ik gebruik haar naam. En dat doe ik al jaren. Hoe zit dat? Ik heb heel vroeger bij een radiopiraat gewerkt. En ik doe eigenlijk al sinds die tijd, ik denk dat dat inmiddels 30 jaar is, bijna radioprogramma's. En als je op de radio gaat en je gebruikt je echte naam, dan gebeurt er ineens iets heel vreemds. Want mensen pakken een telefoonboek, die gaan je opzoeken. Ik heb het over lang geleden, telefoonboeken waren toen nog normaal. En die gaan je s'nachts bellen, want dat is lachen. Ik woonde in die tijd nog bij mijn ouders, want ik was 16 of zo. En die vonden daar wat van. Nou, ook hier weer dezelfde illustratie. Dus ik heb toen besloten, ik ga niet meer onder die naam, die zo makkelijk op te zoeken is, op de radio zitten. Het wordt Marcel van der Velde. En dat doe ik eigenlijk nog steeds. En bij alles waar een podium aan de grondslag ligt, of waar ik in een schijnwerper sta, of zelf op de radio zit, of op tv doe, Marcel van der Velde. Hartstikke simpel. Zo kun je het ene werk heel goed gescheiden houden van het andere werk, of je privé geven. Dat doe ik dan ook. Het gaat over identiteit. Ik wilde even een kort voorstelrondje doen, zo aan die kant gewoon even vooraan. want wat is nu een identiteit? Ja, dit is een beetje mijn identiteit in het kort. En in de afgelopen tijd heb ik wat cursussen gevolgd op mijn werk. En wat je daar dan altijd ziet, ik ben John, ik ben getrouwd, kijk, dit zijn mijn trouwfoto's, ik heb ook een hond. En nou, dat is dan John. Ik denk dat je identiteit er ongeveer zo uitziet. En voor de mensen die hier foto's van maken, zit overal wel een klein wijzigingetje in. Dus je moet ze niet op te gaan zoeken. De enige die echt klopt is de voornaam Marcel. Nou, ik heb nog een naam op een forum, dat gebruik ik al heel lang. Dat is dan Eskimo. Daar is een e-mailadres uit voortgekomen. Ik heb thuis een IP-adres. Ik heb dan nog wat titeltjes hier en daar voor en achter mijn naam. Ik heb een Sophie-nummer. Mijn auto die heeft een kenteken. Dus het is wel redelijk duidelijk wie ik ben.
Alleen wat weet je dan eigenlijk over mij? Nou, de gemiddelde mensen helemaal niets. Weet niet of ik getrouwd ben. Weet niet of ik getrouwd ben. Even opzij gaan voor de foto. Je gaat het echt opzoeken, hè? Even het programma van vandaag. Ik ben altijd redelijk van de hak op de tak. Dat is ook omdat het onderwerp een klein beetje... het onderwerp leent zich niet voor een lineaire uitleg, laat ik het zo zeggen. Ik ga redelijk alle kanten op in een verhaal. Als het te onduidelijk wordt, sla alsjeblieft al over. Even over vroeger en nu. Hè. Vroeger, ik vertelde het al een beetje, had je natuurlijk die kleine gemeenschap in Diemen. Iedereen kende iedereen. Dat was soms handig. Soms was dat vervelend als je iets uithaalde wat niet helemaal de bedoeling was. Als puber, dan was dat vrij snel weer bij jou terug. Maar die identiteit was moeilijk te ontkennen. Mensen kenden je gewoon. Kenden je kop. Je was ergens gezien en dan had je iets gedaan. We hadden daar Nico de Melkboer. Nico de Melkboer was wereldkampioen mijn vader bellen. Want als er dan weer iets uit van die karretjes, waarmee je van zo'n helling af kon. Nou, de karretjes met lege flessen en dan ging van die helling af. Nou, dat ging meestal niet heel lang goed. Want dan kwam mijn vader weer aan van, oké, weer die eerste slide. Dus dat identiteit in die tijd was gewoon, dat zat aan je. Niemand vroeg je ooit om een legitimatiebewijs. Ik vond het altijd leuk om op het dak van een schooltje te klimmen. En er waren heel veel voetballen opgeschoten. En ik ging dan voetballen verzamelen. Ik kocht nooit voetballen. Maar als de politie dan kwam, zei je, mag niet op dat dak klimmen. Haalde je naar beneden, de agent wist wie je was, belde je vader en dan gaan we weer. Maar omdat mensen je kennen en ook vertrouwen, in zekere zin, of juist niet, waren er dingen mogelijk of juist niet. Er werd niemand gevraagd om een pasje in die tijd, tenzij je natuurlijk dan wel wat belangrijkere zakelijke dingen ging doen. Maar in die tijd ging het eigenlijk allemaal wel redelijk gemoedelijk. En als je nu naar het heden kijkt, dan zie je dat daar echt wel een beetje problemen zijn gaan optreden. Het is allemaal grootschalig, we zijn allemaal een nummertje en dat kan ook niet meer anders. Als ik nu bij de bank binnenloop, het is ABN AMRO geworden, ik zeg, hoi, ik wil geld opnemen. Heeft u een bankpasje, een rijbewijs en een paspoort voor mij? Ja, maar ik ben Marcel. Weet je toch, hetzelfde kantoor. Nou, dat weten ze dus niet meer. Ik zeg het hier ook. Ik zeg het hier ook. De computer zegt, nou, als die informatie in de computer niet klopt, heb je een probleem. En hier loop ik best vaak tegenaan. En dan ga je discussies aan. Ik ben geïntroduceerd als hacker. Ik zit heel erg in de social engineering kant. Dus wat ik dan probeer is, ik ga daar omheen. De computer zegt nee, dat zullen we nog eens even zien. Maar het wordt steeds vaker toch een probleem. En of de computer dan gelijk heeft of niet. En als de computer nee zegt, dan kom je er gewoon niet in. Het uitlenen van je identiteit, nou, dat had je vroeger moeten proberen. Ik ga mij verkleden als de buurjongen, want die heeft een rood jasje aan, doe ik ook. Maar ik denk niet dat het helemaal werkt. Tegenwoordig met al die digitale dingetjes, nou ja, je logt even in als iemand anders. En het gebeurt veel hè, op kantoor. Ik denk dat het voor jullie wel dagelijks kost is. Mensen die gewoon eventjes, mijn veel loggen, die doen code. Of gebeurt dat bij jullie echt nooit? Nee, ja. Nou, bij mij op het werk wel. Dan moet ik mensen steeds weer op dit rijtje gaan wijzen. Dit moet voor jullie gesneden koek zijn. Hè. Wat is nou dat aanmeldproces op zo'n computer? En daar zitten belangrijke stappen in. Eerst gaat hij vragen, wie ben jij? Dan moet je dat gaan bewijzen door een vingerafdruk of een wachtwoord. En daarna word je geautoriseerd om bepaalde dingen te doen. Maar ben je ook verantwoordelijk? En dat wordt gelogd, dat wordt bijgehouden. Alles wat jij doet met die computer is dan ook direct jouw probleem. En hier kun je heel lang over discussiëren met mensen. En waar komt dat altijd op uit? De gevleugelde uitspraak, ik heb toch niks te verbergen. Dan moet je toch wel een rotsvast vertrouwen in elkaar hebben. Echt waar, want er zijn mensen die zich toch even anders voordoen. En dat is in die digitale wereld nogal makkelijk. Een aantal fraudegevallen op een rijtje, dat is gewoon een Google-slagje van vorige week ergens. Ik denk, ik pak een paar actuele. Maar goed, hè, hier de politie waarschuwt voor thuiszorgmedewerkers. Ja, dat zijn steeds andere mensen, die hebben allemaal een soort pasje. Maar wie weet nou van ons hoe het officiële pasje van de thuiszorgmedewerker eruit ziet?
Ik heb laatst een workshop gehad bij de Marge op Schiphol. Mocht daar eens meedoen met het team dat fraudegevallen onderzoekt op legitimatiebewijzen. En toen deden ze ter introductie een soort workshop. Hier is een hele emmer met legitimatiebewijzen, ze zijn allemaal genummerd. Vertelt u maar eens even, is hij vals? Is hij echt of is hij vervalst? En dan moet je eerst eens eventjes gaan kijken naar vervalst. En wat is vals dan? Wat is het verschil tussen die twee? Of is het gewoon een heel legitiem paspoort? En zo ja, wat doet hij dan in die emmer? Dat viel dus lelijk tegen. Dat valt echt heel erg lelijk tegen om te kijken naar een Armeens paspoort. En dan denk ik, ja, ik heb echt geen idee hoe een Armeens paspoort eruit zou moeten zien. Jullie kennen het verhaal van Brenno de Winter met zijn lichtbeeld Auschwitz. Dat ding bestaat helemaal niet. Maar het ziet er hartstikke goed uit. Ik heb er ook een laten maken in Duitsland bij het 31C3. Hartstikke leuk. Superleuk ditje. En het werkt dus ook nog. Dat is het nadeel ervan. Dus niet iedereen is wie hij zegt dat hij is. En dat wordt steeds makkelijker naarmate wij steeds meer nummertjes worden. Ik maak me daar zorgen om. Maar gelukkig is daar Van der Steur. hij had zichzelf een logo bedacht. Er is nog iets met copyright, maar daar komt hij wel uit. En hij wil nu een verbod gaan doen op anonieme privékaarten. Heb je het gehoord? Is dat een goed idee? Wie denkt dat dat een goed idee is? Hij wel. Hij vindt het echt geniaal wat hij nu heeft bedacht. Nou, iemand die het ook geen goed idee vindt, is iemand die ik al vanaf mijn studietijd ken. Dat is Erik Overveen. Als jullie het was opgericht hadden, hebben gekeken, dan ken je Erik. Hij vindt dit ook een heel slecht idee. Want hij wil natuurlijk heel graag anoniem met zijn belkaartjes zaken doen. En Erik vertelde mij een verhaal over legitimatie en over de identiteit, hoe hij dat misbruikt. Dit verhaal ging over Pinkpop. En hij had het eigenlijk zelf willen vertellen hier, maar hij zit voor de komende 5 jaar even te druk. maar wat hij deed was, hij ging heel kort voor de aanvang van Pinkpop, ging hij adverteren op allerlei fora. Ik ben mijn kaart kwijt, dan gaan de hele familie helpen alsjeblieft, ik moet kaart. Wat wordt er dan wakker in Nederland? De woekeraars. De woekeraars die zeggen, nou ik heb een kaart, met €300. Erik, ja €300, nou ja weet je wat. Maar ik kan geen zaken met jou doen als ik niet weet wie je bent. Stuur mij even een kopie van je legitimatie. Het liefst zo op de foto met jou ernaast, dat ik kan zien wie jij bent. En op het moment dat ik dat binnen heb, dan pas maak ik mijn geld over. Dat heeft hij natuurlijk niet gedaan, maar hij had wel een kopie legitimatie. Vervolgens komt er een andere aanbieder. Die zegt, ah, €350 voor een pingpongkaart. Weet je, stuur dat ding naar me toe. Ik stuur jou een kopie legitimatie. Kun jij zien wie ik ben? En dan doen wij zaken. Dat heeft hij met een kringetje van een mannetje of 10 gedaan. Die allemaal elkaars legitimatiebewijs in de borst kregen. Hij is met tig van die pingpopkaarten is hij daarheen gegaan. Hij heeft er 9 verkocht bij de poort. En de laatste is hij naar binnen gegaan met een heleboel zakgeld. Dat zijn dingen die ze gewoon nou even tellen aan de mensen. Ik snap ook niet waarom. Maar goed. In de kroeg gebeuren soms rare dingen. Gelukkig is daar Van der Steur. Niet iedereen, er zijn heel veel mensen die pseudoniemen gebruiken. Ik ben niet de enige gelukkig. En ik vind ook dat dat gewoon moet kunnen. De basis is natuurlijk intentie. Ik ben er helemaal niet buiten om mensen op te lichten, behalve dan voor mijn werk. En dan hebben we daar afspraken over gemaakt. Maar dit zijn een aantal pseudoniemen. Wie wil er een gok doen? Eentje? Welke? W.A. van Buren, ja. Dus niet eens echt een pseudoniem, hè? Dat is echt de familienaam van Buren, dus... Maar Frits Spits gezien, André van Duin, ja? Adèle Bloemendaal? Helemaal goed. André van Duin, welke is dat dan? Dit is André van Duin. Oh. Als ik komiek was, had ik die naam gehouden, dat is hilarisch. Er zijn gewoon bekende mensen die dit allemaal doen. En dat doen ze om hun privacy te beschermen, niet om mensen op te lichten. Ik zit trouwens met mijn slides even te kijken hoe ik in de tijd zit, want ik wil jullie ook niet in de problemen brengen met de rest van het programma. Dus nee, die hak en die tak, die worden steeds actueler. Heel goed. Goed.
Why So Curious? Je kan het je afvragen. We hebben er net al heel veel over gehoord, dus ik kan hier wat sneller doorheen. Iedereen jaagt op persoonsgegevens. En we zien hier al die clubs die daar een beetje eigenlijk elkaar in wil concurreren. Wie de meeste kan verzamelen in zo kort mogelijke tijd. En verlokken mensen allemaal. Facebook werken meer psychologen dan programmeurs. We verlokken elkaar allemaal om zoveel mogelijk in te vullen op dat internet. En ik ben helemaal niet bang om mijn gegevens kwijt te raken online. Totaal niet, want ik vul ze gewoon niet in. Alles wat ik bij Facebook invul is onzin. En ik heb 1700 vrienden, ik praat alleen over muziek. Dat kan prima. En waarom zou je daar echte gegevens in zetten? Het wordt natuurlijk wel wat griezeliger als Facebook bijvoorbeeld via het appje jouw telefoon volgt. En de gedragingen van die fictieve persoon die jij dan met heel veel moeite bent geworden, gaat volgen en hem alsnog in kaart brengt. Dan krijgt Marcel van der Velde ineens een probleem. Dat kan dus ook gebeuren. Wie kent de app Tinfoil? Hij is alleen voor Android. Dat is een alternatief Facebook appje. Eigenlijk is het gewoon een wrapper voor de mobiele Facebook site. En die kun je heel goed op je Android toestel gebruiken om te zorgen dat de Facebook app niet allerlei rare dingen met je telefoon doet. Het is natuurlijk inmiddels wel bekend dat de Facebook app die zij gewoon bieden, dat die wel meer doet dan alleen Facebook voor jou laten zien. Tinfoil, hè, van het aluminium hoedje. Dat is gewoon een wrapper voor de mobiele site en die doet zelf dus niks met jouw telefoon. Een hartstikke leuk ding om even naar te kijken. Ja, hij is echt weg, hè? Ik had zo gehoopt dat hij nog even... Wie vindt dit een goed idee? We zijn allemaal over de A2 hier naartoe gekomen. En ik ben heel benieuwd wat er nu weer is gebeurd. Ik heb hartstikke ruzie met die lui van het CEB, want ik ben eens gaan meten wat mijn snelheid op die A2 nou een beetje is. En ik ben de afgelopen maanden heel bewust net onder die 100 gaan zitten. Continu net onder die 100. Met een GPS-apparaatje wat best nauwkeurig is. En ik krijg nog steeds boetes. En dan lijkt het zoals willekeur in te zitten. En dat is echt heel vreemd. Dus daar heb ik nu een soort briefwisseling over met justitie. Ja, maar hoe kan dat nou? En leg mij nou eens uit. Computers maken fouten, dat weten wij allemaal. Er zijn invoerfouten, er zijn verwerkingsfouten, er zijn allerlei fouten. Ja, maar wanneer wij corrigeren hoor. Maar als dat ding nou eens een keer zegt, u rijdt 700 km per uur, corrigeer je hem dan 10% en krijg alsnog een bon. Wanneer wordt die data onbetrouwbaar? En wat doen jullie daarmee? Nou, die discussie voeren we op dit moment met de mensen van de treincontrole. Dat is een hele interessante. Een andere, waar ik al een poosje mee bezig ben, en gelukkig Bas Filippini van Privacy First ook. Ik ben echt fan van die man. Ik ben gewoon gestopt met het invoeren van mijn kenteken. Ik doe het niet meer. Amsterdam blijft roepen dat het verplicht is om je kenteken in te voeren. Ik doe het niet meer. Ik voer 0000 in. En als ze mijn auto niet zien op het scannertje, dan moeten ze maar even uitstappen en achter het raam kijken. Want daar ligt gewoon het kaartje, net als vroeger. Ik vind dat onzin. Wie vindt dit een goed idee trouwens? Een parkeerwachters in de zaal? Want het is wel lekker relaxed, toch? Dan moet je scannen auto. Het probleem dat ik hiermee heb, is dat je niet weet waar die data blijft. Wie het opslaat, hoe lang die het opslaat, welke omstandigheden het wordt opgeslagen, hoe is het versleuteld, is dat wel sterk. En vooral wie krijgt er onder welke voorwaarden toegang tot die data. Als je die vraag gaat stellen, bijvoorbeeld bij Citium, die die data verzamelt, krijg je gewoon geen antwoord. Heel vreemd, maar je krijgt, ja, dat is allemaal goed geregeld. Nou ja, prima, leg me dat dan uit. Vertel dan eens even hoe goed jullie dat hebben geregeld. Ja, meneer, niet zo zeuren. Dat heeft tot de nodige rechtszaak geleid. En ik heb ze eigenlijk allemaal gewonnen. Dus bij deze, als Amsterdam moet zijn. Dan las ik laatst dit. Er zijn allerlei scannertjes op de markt. En die plaatsen ze bijvoorbeeld op sigarettenautomaten en die lezen dan je ID. En dan kun je bewijzen dat je 18 bent en dat je dan een ongezonde gewoonte hebt. Ja, toch? Die data, die wordt van dat kaartje gelezen. Die data die op dat kaartje staat is veel meer dan alleen maar deze persoon ouder dan 18.
wat leest dat apparaatje en hoe weten we dat precies? Ja, natuurlijk als je naar de marketing site gaat van dit zijn de verkopers van die apparaatjes. Dus, nee, het is 100% data is gegarandeerd. Check alleen even. Ja, maar dan checken jullie dus over een lijn waarvan ik niet weet of die goed versleuteld is. Jullie doen iets met die gegevens tegen een database waarvan ik ook niet weet wat er gebeurt. En niemand vertelt mij, wederom, wat gebeurt er dan? Waar blijven die data? En worden die niet gedeeld straks met mijn zorgverzekeraar? Oh, meneer u rookt. Nou, hebben we nog wel even wat voor. Ik vind dit allemaal een hele enge ontwikkeling. En vooral omdat big data, nou ja, het is net wel een beetje aan de orde geweest. Het enge aan big data is eigenlijk dat als je alles weet van iedereen, en die kant gaan we op, dat je alle vragen achterop kan stellen. Als ik nu wil weten hoeveel vrouwen er in deze zaal zitten, dan zal ik even moeten gaan tellen en kijken. Als ik wil weten hoeveel vrouwen er op Facebook zitten, dat is één druk op de knop, dan weet het exact. Als ik wil weten hoeveel vrouwen onder de 30, boven de 20 in bezit van een blauwe Twingo, dat weet Facebook voor mij. En ik kan al die vragen achteraf stellen. En dat is niet het enige. Op basis van die algoritme kunnen ze ook gedrag gaan voorspellen. En dus kunnen die psychologen die ze hebben al in staat stellen om naar jouw gedrag te kijken en dat te extrapoleren naar de toekomst en zeggen, nou, als we dan dit knopje draaien, dan gaat hij waarschijnlijk dat doen. En daar zit weer een selling point. Dus big data is eigenlijk nog veel enger dan we met z'n allen denken, want niet alleen weten ze alles van je, maar ze kunnen ook nog voorspellen. We hadden het net over wie kan het beste de toekomst voorspellen, helemaal aan het begin. Nou, ik denk dat de social media een heel eind op weg is om de toekomst te voorspellen. En dan de toekomst van ons allemaal. Nou, dan even naar een stukje oplossing. Ik wil niet allemaal chagrijnig naar de pauze sturen. Ik zal ook even wat tijd voor vragen nog overhouden. Dit is Bart Jacobs, dat is zijn echte naam. En hij werkt in Nijmegen bij de Radboud. Ik heb van hem een lezing gezien over Irma. En Irma is een heel slim kaartje. En er zit natuurlijk wel weer een dingetje aan dat iemand het Irma-kaartje moet gaan uitbrengen en die weer moet vertrouwen. Maar goed, als dit vanuit een universiteit komt en er zit geen winstoogmerk achter, dan heb ik daar iets meer vertrouwen in dan bij een commercieel bedrijf. Wat het kaartje doet, is eigenlijk heel simpel. De front-end waar je het kaartje aanbiedt, stelt één concrete vraag. In het geval van de sigarettenautomaat. De vraag die naar de Irma backend gaat is de persoon die dit kaartje aanbiedt ouder dan 18? En het enige wat de backend zegt is ja of nee. Hij zegt niet dat je 21 bent of 41. Hij zegt ja of nee. Dus dat kastje wordt rood of groen. En dat is het. Het is ontzettend interessant om een keer te lezen. Hij heeft daar ook een website uiteraard over geschreven. En hier geeft hij dus een beetje een voorbeeld van wat dat ding allemaal zou kunnen. En het is de moeite waard om eens een keer naar te kijken. Dan nog wat meer leesvoer. Nou, die middelste die mag voor niemand onbekend zijn, denk ik. En 1984, Orwell, is natuurlijk echt, die heeft de spijker op zijn kop geslagen. En we zijn dat stadium al ver voorbij. Als je het boek leest en je denkt, oh wat eng, dat stadium zijn we echt al ver voorbij. Het is al lang geleden en het klopte echt. Nou, ik weet niet of in die tijd dat toen is gebeurd, maar we zitten in een maatschappij die vele malen enger is dan wat hij beschrijft en dit vonden wij al eng. Dit is een boek wat ik zelf heel aardig vond, How to Own the Continent. Het is deel van een serie, Stealing the Network. En daar wordt ook uitgelegd eigenlijk hoe dit van handeling tot handeling werkt. Hoe kun je nou gewoon heel iemand anders zijn? En hoe doe je dat dan? Rob Gongraaf heeft hier een keer een leuke opmerking over gemaakt. Als je een keer een valse identiteit wil en je wil hem echt kunnen inzetten, moet je hem nu bouwen. Want het eerste wat je doet, je een valse identiteit of een identiteit gaat controleren, is op Facebook kijken hoe lang dan staat het profiel al. Wat doet hij dan allemaal? Dus wil je valse profielen, moet je ze gaan bouwen en moet je ze gaan bijhouden. Nou, dat is een van de tips die bijvoorbeeld in dat boek staat. En deze die ben ik nu voor de tweede keer zelf aan het lezen. Ontzettend interessant. Het gaat over de voorspellende gaven van big data. En waar ze een voorbeeld gaven. Ooit is een onderzoek geweest naar griepepidemieën. Waarbij ze hebben gevraagd aan Google om alle beschikbare data, alle beschikbare zoekdata, dat was nogal wat,
uit de tijd van bekende griepepidemieën een keer naast elkaar te leggen. En toen zijn ze gaan kijken naar patronen. En wat ze zochten was eigenlijk keywords die dan zouden verklappen dat er een griepepidemie aankomt. Ze keken vooral naar de voorliggende periode. Nou, dat waren dingen als zakdoekje, misselijk, snotteren, snuiven, dokter, niet lekker. Maar er kwamen ook een aantal andere woorden uit. Dat is even niet meer helemaal uit mijn hoofd, maar dat waren echt dingen die nergens op zoeken. Absoluut niets met zo'n griepepidemie te maken hadden. Maar die kwamen in die context allemaal ook voordat er een griepepidemie kwam. En niet op andere momenten, want je moet natuurlijk een soort controlegroep hebben. Komt het ook op andere momenten voor? Is er een andere... En dat was eigenlijk niet zo. En toen zijn ze eens gaan kijken of ze de volgende griepepidemie konden voorspellen op alleen maar die woorden. En dat lukte. Dus het is echt een heel interessant boekje om eens naar te kijken. Als je het hebt over het voorspellen van de toekomst. Nou, daar wilde ik het dan even bij laten. Ik denk dat ik de tijd een beetje heb ingehaald en heb nog 5 minuten voor vragen. Ja, je hebt als die 5 minuten voor vragen. Nou, ik kan me niet voorstellen. Ik heb een beetje extra gas gegeven. Oh, ik zag dat het uitliep. Heeft iemand een vraag? Ik had wel een vraag, komt er bij mij op, dat scannerkastje, hè, wat zo ongeveer het diametrale tegendeel is van de Irma-kaart van Bart Jacob, waarvan jij denkt dat hij zo heet, maar ik weet wel beter, dat is een pseudoniem. Maar dat hangt dus op die sigarettenautomaten, hè. Mm-hmm. Het is echt het radicale tegendeel. Waarom is dat ding online? Ja. Want hij hoeft alleen maar een som te maken, hij moet de datum van vandaag kennen en de geboortedatum, en dan kan hij uitrekenen en dan kan hij de rest weer weggooien. Die hebben geen PIA gedaan, denk ik. Je zou in theorie zeggen dat iemand die achter een loket zit en even naar je legitimatiebewijs kijkt, weet hoe oud je bent als je in 1984 geboren bent. Ja, die maakt dat sommetje, die heeft het, die vergeet wat erop stond. Ja. Hij denkt, lekker ding, of zitten. Nou. Maar goed, we doen dat helemaal. En we geven ook een nieuwe telefoon kopen. Nou, mag ik even uw legitimatie meenemen naar dat kleine hokje daarachter? Nou, nog niet misschien. Ik loop zelf wel even mee. Maar er wordt heel makkelijk mee gedaan. Dat is een beetje... Het is een hotelstandaard, hè? Even een kopietje draaien. Ja. En dan gaat iemand mee aan de haal. In dat verband deed iemand mij een andere suggestie in de hand. Misschien vind jij ook, of kun je er nog iets van zeggen. Albert Heijn, hoe heet zo'n ding ook alweer? De bonuskaart, ja, die bedoel ik. Daar heb je 2 soorten, hè? Je hebt de anonieme en je hebt dat ding wat op naam staat. Dat ding wat op naam staat, dan krijg je extra korting. Heb jij er een die op naam staat? Ik heb wel een bonuskaart. Oh, je hebt geen bonuskaart, je wilt de korting niet. Dat is wel jammer natuurlijk. Of je winkelt niet bij Albert Heijn, dat is ook een oplossing natuurlijk. Ja? Ja. Als ik u nu zou vragen om uw Albert Heijn bonuskaart, die op naam staat, aan uw buurman te geven, zou u dat doen? Dan bent u namelijk die extra korting kwijt, die krijgt hij dan. Dan klopt het namelijk niet meer. Zijn er veel mensen die een op naam gestelde Albert Heijn bonuskaart hebben? Mag ik handen zien? Nou, dat is toch wel redelijk wat. Dus dat was het u wel waard. Ik vind het wel opmerkelijk. Het is een heel klein voordeeltje. Het legt direct de link tussen dat de persoonsgegevens toch geld waard zijn. Ja, en dat moet je realiseren op dat moment. Ja. Dus, en die heb je dan ingeleverd. Ja. Ja. Toch overleggen met die bonuskaart. Ik heb er wel een, maar ik geef het niet. Ik zeg ik hem thuis en dan pakt de cashier haar. Krijg ik hem toch? Dat is een oplossing die ik ook vaak gebruik, inderdaad. Je krijgt die korting toch wel, dan moet zij zich helemaal kreupel typen. Dus 20 keer per dag. Alleen uit zieligheid heb ik dan zo'n nieuw ding, maar die gooi ik elke 3 maanden weg en dan pak ik een nieuwe. Dat is ook een oplossing. Mag ook niet meer van de steur. Mag dat niet meer? Ah, ja. En nee, hij is anoniem, hè? Hij moet het nagesteld zijn. Als hij deze kaartjes gaat verbieden, gaat hij de rest ook. Nee, dat is inderdaad. Ik snap er trouwens niet helemaal het probleem van de steur. Als hij dat nou verbiedt, hè, misschien ben ik helemaal dom, maar wat is er fout aan dat verbieden? Moet je mij dat even uitleggen? Nou, er zijn mensen die dit gewoon nodig hebben. Hè? Journalisten, mensen die gevoelige dingen delen, dingen schrijven. Oh, maar kunnen dan toch bij VNJ gewoon zo'n ding aanvragen? Dan heeft van de studie al aan, heeft die extra exemplaren in liggen en geeft die dan uit. Dat kan toch goed? Ik dacht dat hij dat gaat invoeren, dan kunnen we daarover praten. Maar dan wil ik wel dat het ook anoniem uit die la komt. Ja, dat vind ik dus een onredelijke eis. Nee, we hebben het over Van der Steur, hè? Dus onredelijk is zijn middelneem. Hij is de redelijkheid in persoon. Hij kwam zelfs vanuit de Kamer naar het ministerie om te praten over een acceptabele tekst. Hoe redelijk we het hebben. Toch? We gaan de Big Brother Award meemaken. Ik denk dat hij een goede kans maakt. Jij stelt er niet meer mee.
Ja, het is tijd. Ja, dat weet ik, Bart. Het is tijd. Heeft toch iemand een vraag? Want ik heb afgesproken dat we een paar minuten mogen uitlopen. Had ik dat geweten? Laatste vraag. Ja. Dit zijn interessantere momenten als de vragen loskomen. Ja, we hebben het nu inderdaad over die limitaties van die mailbox en dergelijke. Daar kun je gewoon van spamfilters voor inzetten. Dat zie je niet meer. Maar ik ben op zoek naar risico's, kans, maar effecten. Wat is nou de kans? En dat hoor je eigenlijk nooit in lezingen die door mensen die, zeg maar, doen wat jij doet. Je hoort nooit de kans dat een identiteit echt misbruikt wordt voor dingen waar je echt last van hebt. Hoeveel hypotheken worden er afgesloten met een vervalste identiteit bijvoorbeeld? Ja, daar zou hele interessante informatie hebben, maar ik heb het nog niet gevonden. Daar zou het dan Erik een keer voor moeten uitnodigen. Kan over een jaar of vijf weer, dan komt hij graag hier eens wat over vertellen. Maar die kans is best groot. Er zijn echt wel de nodige individuen, ook die wij in de picture hebben. Waar we denken van nou, dit gaat niet goed. En ook als je hier kijkt op de wifi. Arena Free Wifi, ik heb hem al gezien met het Access Point. Nou, van deze club zullen er waarschijnlijk heel weinig, hoop ik, heel weinig mensen zijn die daaraan gaan connecten. Maar het is zo simpel om te doen. Moedwillig proberen achter de identiteit te komen, maar ik heb het natuurlijk wel over die bonuskaart, weet je, natuurlijk. Ik kan het niet erg vinden dat Albert Heijn weet dat ik elke maand een fles whisky speel ofzo, weet je, het zal mijn oor zijn. Maar als Albert Heijn... Zijn er elke dag? Sorry, ik verspreek me dat. Nee, maar als Albert Heijn nou inderdaad, als nou afwezbaar is dat zij die informatie verhandelen naar mensen die er echt verkeerde dingen mee doen, dan denk ik, ja, dan wordt het ernstig, maar we moeten ook wel zorgen dat we niet elke direct marketing actie als een soort van.